Blijf ons de kracht te geven dat wij ook de problemen die zich op ons pad zullen voordoen, langa makandra, dat wij dwingen langa lobby, dat wij dwingen langa respectie, dat wij elkaar... Het is tijd om het grote onrecht van de koloniale slavernij te metselen in de identiteit van onze stad. Met een ruimhartige en onvoorwaardelijke erkenning. Omdat wij een overheid willen zijn van diegenen bij wie het verleden pijn doet en voor wie de doorwerking van dat verleden een last is. Een overheid voor alle Amsterdammers. Takes very long, and why it takes very long? I think because it's a dark page in the history, and the Netherlands had a very prominent role, but they always want to have the image like they are the liberated mind, you know. So they try to push away this history, but through our activism, we forced them to look at it, and also what happened, of course, with George Floyd, made it all. Become in a, you know, it made it all evolve faster. Yes, we came from far, but I think with these words from Femke Halsema, the excuse, it would help to make the people understand that this was really sad what happened in the past. So I hope we can understand each other more better and keep going forward with each other. No, we can't get it.